Hey mensen van de 203 Mike, welkom bij nieuwe Saints Row as Heard met mijn mobieltje aan tafel. Wauw, what the fuck. Ga uit. Dankjewel. En we gaan even hierin. Dankjewel. En wij gaan de volgende opdracht doen, nadat we ons money geïnt hebben. Bots, jongen. En dan gaan we naar die, en dit keer gaan we een Kinsey opdrachtje doen. Kinsey! Kinsey, how's... Everything all right? If it was all right, I wouldn't need help, would I? The boxes are too heavy. Boxes? What boxes? I'm moving stuff into my place. There are boxes. Some are too heavy for me. I need help. Got it? I'll be right. Oh, ik snap het al. Hij had some... She needs some manpower. Dat gaat ons wel lukken. Ik heb mijn trui gekust. Wauw. Alleen om te laten zien zodat ik sterk ben. Om mijn trui te kussen. These babies will handle it. Oh. Ach, god. Die was dat is moeilijk te draaien in de kleine ruimte. En dat is kut ook nog. Gaat er weg! Mee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 e
Dus we gaan even Kinsey helpen oververhuizen. What the hell? Fuck, wat was dat voor kut opdracht? Iemand helpen op oververhuizen. Wat moeten we dan doen? Dozen tellen en that's it. Leuke opdracht, dozen tellen. Aan de kant. Lijkt me trouwens wel mooi als je zegt zo van, kun je even helpen overhuizen? Nee, ik ben steeds gewoon aan het spelen. Krijg je de opdracht, moet huis iemand helpen oververhuizen. Wow, what the fuck. Die bouw ik aanrijden, die dus had ik eigenlijk moeten aanrijden. Ik ga zo. Ja hoor, kutpaal. Ik ga zo, ben lui. Waarom normaal gaan? Holy fuck! What the fuck? What the fuck? Laat maar wel komen. Dankjewel. What the fuck? Worden we zeker heel ver weggehaald. Nee, ik word zo bij de voordeur geplaatst. Wauw. Ja, als ware voor de, bij de voordeur. Goedemorgen. Kind in schoolplaats. Hallo. Oké. Oké, so do you have anything on the deckers? Not yet. Oké, then what have you been doing since you got out? Power leveling. You're killing me, Kinsey. I can't take down the deckers until I know where they're hiding. So I wrote a program that tracks the user's physical location while they're logged on. Wow, die doos pak ze net op, geloof ik. Awesome. Just play the damn game and I can find where the deckers are in real life. And now we're talking. Ah, Kinsey is er eentje, die is zijn techneutje. Oké. Leuk om te weten. Kinsey is techneutje. Oh, oh, oh. What the fuck? Wat is dit voor kutspel? Moeten de wauw, dat zijn firewalls. Dat is echt flauw. Which means I get to smash into stuff. Pretty much, yeah. Oh, cool. I can handle that. Bots. Bots. En de firewalls moeten ontwijken. Dat vind ik eigenlijk best grappig bedacht. Firewalls. Dat moest ik dus niet doen. Firewalls. Letterlijk vuurmuren. Muren van vuur. Of course. You couldn't tell. Fucking charming as usual. Ja, dankjewel, Kinsey. Oh! Die miste ik. Krijg je geen extra tijd. Oh, wel extra tijd voor. Beetje. Maar je kunt meer verdienen. Nou, heb ik niet echt tijdsnood of zo, maar. Oké. Er waren echt heel veel firewalls op een gegeven moment, maar dat maakt niet uit. Was dit de hele opdracht? What the fuck? Dat was de hele opdracht, niet? Wel? Ja. Oké. Kijk, weer 2200 voor. Wat respect. Door, 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 door. Hatsaflatsie. Speurtochten heette die. Oké, dan gaan we de volgende opdracht al doen. Dat was een snelle. Daar hou ik van sneller. Dan gaan we weer naar Zimo's. Reizende hoeren. What the fuck. Iedere aflevering zit er wel een hoer in. Stap eens even uit. Flicking cards, if that's what you're thinking.
Oké. Okay. Ik word meneer. Wacht even, ik word even geroepen, meneer. Wacht even. Wat? Oké. Okay. Ik ben zo terug. Zo, ben ik weer. Was even iets aan de hand. Ben weer terug. Meep. Bot. En... Wauw, hij is laggy. Even wachten hoor, want dan wordt hij wel erg. Even laden. Even de auto uitstappen, zodat hij weer goed wordt. Nee, blijft een beetje... low. What the fuck? What the... Oh, dan word ik nou aangereden. Tuurlijk, joh. Nou, hij blijft laggy. En ik ga gewoon naar de activiteit. Fuck this shit. Westbury. Not Woodbury, but Westbury. If you don't know Woodbury, you don't know The Walking Dead. Als The Walking Dead kent, dan weet je wat Woodbury betekent. En dan bedoel ik trouwens niet de game, en dan bedoel ik de serie, de tv-serie. Kijk, uit man! Jongen zeg. Ik kan hier ook nooit eens een keer fatsoenlijk op de snelweg rijden zonder dat iemand mij in de weg rijdt. Aan de kant! Aan de kant! Ga! God! Nee, uitstappen jij, uitstappen. Wat de... Zo jongen, what the fuck, heb ik hier... Wow, ik heb de appeltje gehouden! Holy fuck! Wow, daar kwam wel speeksel bij daar. Maar what the fuck, ik heb een fucking RPG gehouden aan een opdracht. En trouwens had ik dus ook de dingen niet hoeven te kopen. De sniper, want als ik die sniper niet had gekocht, dan had ik hem die opdracht dus ook waarschijnlijk gehouden. Goed, we hebben weer een nieuwe wagen. We gaan weer verder. Oh, aan de kant. Oh ja, ik moest toeteren. Zo, getoet het. Uit de weg. Naar weer hier naar links. Bots, jongen. Aan de kant, ja. Ja. Als je me in de weg staat, buk je gewoon de kant, motherfucker. Naar links. Oh, deze stuurt een beetje sloom. En waarom heb ik nou weer twee kutbakken achter elkaar? Deze zijn allebei gewoon net zo fucking saai en langzaam. Maar in ieder geval lijkt hij dan. Hou jij je bek eens. Ga dood. Zo. Van je bek. Oh, hier kan ik iets kopen. Heel even kijken als ik dat ga kopen, hoeveel mij dat gaat kosten. 5000. Doe ik wel even. Ga weg, jij. Zo. Kan ik hem nu gaan kopen? Dankjewel. Ik heb iets gehaald. Ik wou gewoon iets geld, want ik krijg je meer geld van. Oh, dankjewel voor de wagen. Ze kwamen mijn wagen brengen. Hé, dat was een Coca-Cola flesje. Ik weet net mensen cola. Oh, dat was het. Oké. Wat gaan we hier doen? Wij gaan... Brappapa. Nog een hoer ophalen? Oh, ik ben degene die niet rijdt. Hij. Wow. Hij klinkt eigenlijk... Hij is een beetje een zangstem. Oh, daar zijn ze. Dit is zoiets als drugsdeal, maar alleen dan gaat het zeker om hoertjes. Oké, we gaan even iets anders gebruiken. Hij is te ver, ik zie het niet. Is die hier? Het is hier.
Waar zijn jullie? Hé, hey, de koper ging er weg zonder te betalen. Wat? Jongen. Bot. Die is dood. Oké. Okay. Hij vindt het niet leuk als wij paardengrapjes maken, maar zelf noemt hij dit een rodeo. Ja, oké, okay, sorry maat, maar dan vraag je er gewoon om. Ga weg. Wow, die vloog. Ga weg. Sta. God. Stil. Oké, okay, ik weet niet wat dat was. Zo. Kijk of deze wel betaalt. En als je niet betaalt, jongen. Dealen. Ja, die betaalt. Toch? Leek alsof ze betaalde. Goed zo! Toch trap ik jou ook hier dwallen. Haha! Zelfs als ze betalen, trap ik ze. Jongen. Komt er nog iets aan? Ah, daar. Oké. Okay. What the fuck? Motherfucker. Gaat ons een beetje in de weg lopen. Even reloaden. Alles. Ah. Hallo. Even een granaatje. Ah, net is hij waar hij moet gaan. Holy fuck. Zo, hier een granaatje laten vallen. Ah, wow, dat was echt gewoon wel goed. Hotsflat. Oh, sorry, iets te vroeg eruit. Ik wil reloaden. Zo, even reloaden. Oké. Okay. Waar staan ze? Daar staan ze. Meep. Ah, net niet ver genoeg. What the fuck? What the fuck? Kutpaal. Sorry, wacht even, Zimo's. Nou, stap in, Zim. Stap in, Zim. Niet je, maar je. En de laatste 48 kogels. Van dit geweer tenminste, die we mogen gebruiken in deze opdracht. De laatste 6. Maar hier is het. Gaan we tanken. Oh, ik heb geen granaten meer, jammer. Gaan we tanken. Nee, we gaan niet tanken, we zijn klaar. Drugshandel, oh, is wel een drugshandel. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Gaan we door? Ja, hartstikke leuk. Gaan we gewoon door. Drugshandel. En dan zijn we hier. Hoeveel tijd hebben we nog over? Niet veel meer, dus ik ga gewoon hier even ruzie zoeken met de politie. Kom maar, ja. Nou, we gaan even potje knokken. Oh. Ah. Zo, kom maar. Bolt. Hey, what the fuck? Het is blauw. What the fuck? Het is blauw als ik ze sla. Dat is niet de bedoeling. Wow, hij is spastisch. Maar dat maakt niet uit. Pak even ze maar. En dan gaan we naar huis toe rijden. Want ja, hierna ga ik toch stoppen met opnemen. Even money. Oh, wacht even. Nee, ik ga guns upgraden, jongens. Is er hier in de buurt een gunshop? Hier is er een gunshop. Dus die gaan we dan ook even opzoeken. Want we zitten in een nieuwe area. Dus ja. Ik kan wel helemaal terugrijden. Oh. Kut, sorry. Is deze bandlek. Ik heb ook nooit waar aan de wagens die ik pak. Goddomme. Oh. Opsakee. En ik wil wel deze mini. Yeah.
De emu, oftewel de smacht eigenlijk. Ik noem het iedere keer mini, maar het is een smacht. Smachtje voor de win. Hier. Probeer me te raken, bitch. Nou, kom hier. Haha, bitch. Wacht even, nee, pak je motor. Vind ik ook wel vet. Pak een motor. Sta op. En rij weg. In de kitchen. Hier, en de timer gaat af, dus ik let er weer even niet op. Zo, oké, gaan we hier naar de rest. Dan gaan we toch even nog eerst even guns upgraden voordat ik wegga. En dit heb ik ook nog niet gekocht. Laat ik het ook even dit gaan kopen. Ah, zo, gehaald. Dankjewel. Waar zit ze te schieten? Jij, bitch. Aan de kant. En hier houdt het meteen weer op. Ik ga naar binnen en het is ook... Oh, fuck, hij is binnen. Miep. Kom maar. Hopsakee. En dan gaan we upgraden als een motherfucker. Hoeveel kost een upgrade van deze? Te veel. Hoeveel kost een upgrade van deze? Kan. Misschien doe ik het ook. Maar deze is geloof ik nog steeds niveau 1. Ja, nou die doen we dan als eerste op niveau 2. Is er nog meer niveau 2 wat van geweren die ik gebruik? Dat is niveau 2, dat zijn ook 20 niveau 2's. En dit is ook niveau 2. Ja, toch? Dit is ook, ja. Oh, die moet ik niet hebben, ik moet deze hebben. Schiet op. Ja, kijk, deze kan niet meer. Dus gaan we kijken of we deze kunnen upgraden. Ja, dat kan nog voor een groter magazijn. Nou, dan kunnen we er geloof ik ook meer munitie in douwen. Precies, had ze flat. En dan hebben we ons grootendeels van ons geld er alweer doorheen gejast. Ja, mevrouw. Laat uw geld maar vallen. Dankjewel. En als ik ze dan nog een keer doodschiet, hebben ze dan nog geld? Hé. Hey. Ik schoot niet op jou net, motherfucker. Oké. En dan gaan we naar huis toe. Is er een huisje hier in de buurt eigenlijk? Hebben we hier in de buurt een huis? Nee, dat betekent dat we dus helemaal terug naar hier toe moeten rijden. Godverdomme. Te ver. Ja, ik ga toch nog even naar huis toe. Goddiebes. Want als ik thuis ben, dan kan ik tenminste opslaan. En hier langs. Aan de kant. Dat is ook vet, als je de toeter gebruikt in een politiewagen. Aan de kant. We houden de politie helemaal aan. Oh, omdat ze denken, hé, wacht even, dat is geen politieagent. Zo. Oh, dat gaat nog net goed. Aan de kant. Personeel. Nee, politie. Zo. Dit is eigenlijk best een vette motor. En het lijkt niet echt. Dat is wel weer handig aan motors. Jammer is, als je nu op je schieten raakt, zie je gewoon... In de auto heb je nog een soort van cover. En... God... Oh mijn god, dit rijdt kut. Come on! Rij recht. Motherfucker. Ja, ook brandweer aan de kant. Alles aan de kant, kameraad. Ik weet niet wat dit hier doet. What the fuck? Er wordt iets afgezet wat eigenlijk niet afgezet hoeft te worden. Oké, what the fuck? Je hoort het alarm. Waarom ga je dan... Wow, what the fuck? Waarom val ik daar vanaf, maar niet als ik... Oké. Onrealistisch spel. Maar dat wisten we al. Op z'n keer, dan ga ik naar boven. Ik bedank jullie dan voor het kijken naar deze aflevering. Druk op het duimpje omhoog. Abonneer hieronder, laat een leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende keer bij... Zo. Saints Row the Third. Later! Doei!